gonna romp, stomp, romp and stomp tonight. Yeah, dat is weer. Ik denk, ik wacht even af totdat jij begint. Oh ja. Maar, welkom bij het tweede uur Romp en Stomp. Ja, helemaal gewijd aan Sun Records. Sun Records. Nou, nog even een beetje research gedaan natuurlijk. Wij doen altijd research, toch? En ik heb natuurlijk vorige week ook al verteld in mijn... We doen het om de beurt eigenlijk. De ene week ben je er wel en de andere week ben je er niet. Maar vorige week had ik dat ook al even verteld. Want eigenlijk, de Memphis Recording Service, die opende de deuren op 7 januari 1950. Dus, dat houdt in dat daarvoor, dus in 1949, is er verbouwing geweest. Heeft nu natuurlijk testopnames gedaan. En die opnames, dat is dus 49, dus het bestaat 75 jaar. Absoluut. Maar we gaan het rekenen het goed. We gaan het... De dames, alleen maar dames draaien. Het hele uur lang alleen maar dames. Ja, absoluut. Maar waar zat het ook alweer, Nienke? 706 Union. Dat is naast die kapperzaak, toch? Ja, in de fietsenhandel. Ja, precies. Brad Church. Union. En wat werd daar mooie dingen opgenomen? Wat werden daar mooie dingen opgenomen? Ja, fantastisch. Hè? Ja. Maar dames dus? Ja, we gaan dames doen. We gaan dames doen. Nou ja, dat klinkt uit de mannenpositie natuurlijk heel vervelend. Maar dat bedoel ik niet. Nee, oké. Okay. Dat nee, snap je wel, hè? We hebben het eerste uur hebben het gehad. We hebben heren die over dames zongen. Ja. En dat is natuurlijk een bruggetje naar de dames die... ook wel over mannen hebben gezongen. Maar jij hebt daar ook wat informatie bij proberen te vinden, volgens mij? Ja, alleen er is verrekte weinig over die dames gedocumenteerd. Een aantal wel, maar een groot deel ook bijna niet. En er was eigenlijk maar 1 of 2 dames die ook echt een contract hadden bij Sun. En voor de rest is het allemaal demo-werk of onuitgebrachte opnames. Ja, precies. Want, dat soort werk. Want Barbara Pittman was... daadwerkelijk degene die een contract had bij Sun Records, toch? Ja. En was Linda Gay Lewis de tweede?
Er is nog eentje, ik ben de acute naam kwijt natuurlijk, maar er is nog eentje waarvan gedacht wordt dat die een contract heeft gehad. Dat de tweede was. Ja, want Gloria Brady, die werd het niet. Nee. Die was aan het opnemen bij Sun Records voor RCA, waar ze dan een contract kon krijgen. Ja. En dan had ze de opnames klaar en dan werd het daar een beetje afgekeurd en toen kon ze er helemaal fluiten. Ja. Nou, jongens. Nou, dames meer. Dames, jongens. Dames. Wat een toestand. Maar ik vind het wel heel lief dat Alice Leslie mij een handsome mens vindt trouwens. Ja, toch? Ja. Absoluut. 59 is dit, 1959. Handsome, oh handsome, gentle and sweet, knocks me on my feet every time I see him. Oh handsome, handsome man. Don't even know his name, don't know where he lives, only know he's to blame for all the misery he gives me. Handsome, oh handsome, gentle and sweet, knocks me off my feet every time I see him. Oh handsome, handsome man. Can it be? Yeah. He's just right for me. Handsome, oh handsome, gentle and sweet, knocks me off my feet every time I see him. Oh handsome, handsome man. Handsome, oh handsome, gentle and sweet, knocks me on my feet every time I see him. Oh handsome, handsome man. Someday I'll have his name, someday I'll live where he lives, but he's too big to blame for all the thrills he gives me. 'Cause he's handsome, oh handsome, gentle and sweet, knocks me on my feet every time I see him. Oh handsome, handsome man. Heartbreak is growing,
Heartbreaks Girl. Ja, prachtig. Ja. Ze schreef heel veel nummers voor anderen trouwens ook. Ze heeft onder andere I'm Sorry, I'm Not Sorry voor Carl Perkins geschreven. Dat ga ik toch eens even uitzoeken. Want dat wil ik toch... Volgens mijn gegevens. Ja, maar dat is heel goed, want dan zet je mij weer aan het leren. Hè? Ja, dat is een goed ding. En daarvoor Alice Leslie, Handsome Man. Ja, Alice Leslie leeft overigens nog. En hoe oud is ze nu dan? 85. Wauw, mooie leeftijd. Mooie leeftijd. Ja. Niet meer actief in de muziek trouwens. Niet, hè? Nee, ze is missionaris. Ja, ze is weer een andere carrière move. Ja, misschien is er iets een Me Too verhaal geweest. Want je vertelde iets dat zij... is beschreven werd als de female Elvis. Ja, op het podium had ze ook echt een vetkuif en zelfs een beetje bakkenbaarden. En ze had een broek aan. En ze was aan toeren geweest in Australië, hè? Ja, met Gene Vincent, Eddie Cochran en Little Richard. En daar is iets gebeurd. Daar schijnt iets gebeurd te zijn. En toen is ze ermee gekapt. En toen is ze missionaris geworden, denk ik. En onderwijzeres. Ik zat even snel te kijken, want de volgende dame staat alweer voor de deur natuurlijk. En dit is Patsy Holcomb. That's good. Yeah, but that's good, baby. Ooh, that's good. When you kiss me like you do, that's good. When you squeeze me close to you, that's good. When you love me, honey, bowie, bowie. Ooh, that's good. Well, ooh, that's fine. When you tell me that you're mine, all mine, sends the shivers running up my spine. When you love me, honey, bowie, bowie, that's good. Where'd you learn that cool technique? Where did you get that style? Don't stop to tell me now. Let's hold that kiss for a while. But that's good. I'm so glad you love me like you should. I'm so lucky that it's not come true. When you love me, honey, bowie, bowie, that's good. Well, I know as well as you that I ain't got nothing to lose. Oh, baby.
Hillbilly Blues. Van Bobby and the Boys. Ja, Bobby and the Boys. En de Boys bestaat uit haar broer. Ed en Cliff. Ja, en Cliff die speelt op de gitaar en doet meestal bij de andere songs. Zingt hij meestal en doet zij de tweede stem. Ja. Yeah. En of antwoord. Nou, als tweede stem. En die andere, dus dat is Ed, hè? Mm-hmm. Zei je? Die speelt een beetje. Ik weet niet eens hoe je dat noemt. Een banjoline. En wat is een banjoline? Ik zou het niet weten. Een kruising tussen een mandoline en een banjo. Ja, en ik vind de klank van de piano, die vind ik een beetje klassiek. Er zit een klassieke hoge toon in. Nou, doet er niet toe. Nou, Bobby and the Boys. Bobby and the Boys met... Those Silly Blues. Those Silly Blues. Ze is later tv-presentatrice geworden bij ons. Zie je hen? Ik heb geen idee. Dat kon ik dus niet vinden. Oké. De Donkere Dames. Ja. Is denk ik wel belangrijk ook. Want Bonnie Turner... En ik denk dat Bonnie Turner toen de vrouw was van Ike. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt wel, hè? Mm-hmm. Dus dan denk ik niet. Dan is dat waar. En Zij heette trouwens Marion Louise Lee van haarzelf. Ja, van haarzelf. Maar ja, als je met Ike gaat trouwen, dan kan je... Ja, dan heet je ineens Bonnie Turner. Ja, Bonnie Turner. En het rare is, een paar jaar terug, voor het overlijden van Ike, speelde hij op... Ik zou zeggen Warren Sea Jazz, maar dat is het niet. Maar North Sea Jazz Festival. En dan kwam een andere dame, kwam het podium op. Maar hij speelde daar, het eerste gedeelte speelde hij alleen maar de muziek waar hij mee begonnen was. Dus wat hij bij Sun deed, samen met The Kings of Rhythm. En toen kwam er een andere dame op. Want spelen met Tina, dat zat er natuurlijk niet meer in. En toen konden die daar ook een Bonnie Turner aan. Ja, dat was dezelfde? Nee. Was deze? Nee, dat is niet, nee, want dat was een jonge dame. Oh. Nee, dus, maar ja, weet je. Bonnie Turner. Love is a Gamble. 1953 was het toch? Ja, 1953. True. They say love is a gamble, and I really do believe it's true. Because I've tried so hard, and it's getting me through and through. Well, if love is a gamble, then I know that gambling is a sin. Well, if love is a gamble, then I know that gambling is a sin. If it takes you down below, then you can say that I'm already in. Thank you.
that phone to ring. Call me anything, but call me. Call me a peaches, call me a cream. Call me a nightmare, call me a dream. I want that phone to ring. Baby, how rough it's been. Call me, call me, call me. Just got to hear your voice again. Tell me I'm wicked. Tell me I'm bad. That phone to ring, call me anything, but call me. Fabuleuze, ja, Big Memphis Ma Rainey. Zolang je me maar belt. Ja, precies. Nou, eigenlijk is ze meer bekend van The Black Bottom. Mm-hmm. Want dit is eigenlijk in de nadagen dat ze bij Sun opneemt. Dat eigenlijk daarvoor had ze al een hele carrière. En er is een, ja, speelfilm documentaire is het eigenlijk, hè? Te vinden op een bepaalde streamingsdienst. Ja, precies. Nou, ik denk dat veel mensen daar niet plezant naar kijken. Want als het echt waar is, zoals het daar gespeeld wordt, was Ma Rainey absoluut een misselijk mens. Nou, het was niet heel sympathiek allemaal. Echt, nee. En zij vindt zichzelf dan de mama. De grote van Memphis, maar Memphis Mini, ja, dat woord zegt het natuurlijk al, Mini. Die was niet zo groot. Maar die was natuurlijk wel een stukje beter dan haar. En natuurlijk daarna kwamen Big Mabel en Big Mama Thornton. Nou, met alle respect naar Ma Rainey toe, blijf dan lekker blij je Black Bottom. Want die Black Bottom muziek, een beetje Charleston met een bluesy feeling, dat was veel beter. Dit vind ik fantastisch, die twee opnames die ze persoon gedaan heeft, maar toch, die Black Bottom muziek die ze maakte, fantastisch. Alleen een misselijk mens. En the mother of Beale Street. Volgens mij heeft ze dat zelf gezegd. Ja, dat, ja, dat zal het wezen. Hey, sorry. Wat gaan we hierna doen? Nou, er is een dame. Dat is Mickey Wilcox. En ja, zij heeft een paar opnames gedaan bij Sun Records.
eigenlijk in de stijl van Julie London. En Julie London, die ken je van Cry Me a River. Hm. Ja? En dit is Alright, Okay. Well, alright, okay, you win. I'm in love with you. Well, alright, okay, you win. Oh, baby, what can I do? I'll do anything you say. It's just got to be that way. Well, alright, okay, you win. I'm in love with you. Well, alright, okay, you win. Oh, baby, what can I do? I'll do anything, anything you say, as long as it's for me and you. Now the first thing in the morning, you gotta wake me with a kiss to make up for all that loving that you have made me miss. Well, all right, okay, you win. I'm in love with you. Well, all right, okay, you win. Oh, baby, what can I do? I'll do anything you say. It's just got to be that way. All that I am asking, all I want from you, just love me like I love you, and it won't be too hard to do. Well, all right, okay, you win. What are you waiting for? Well, all right, okay, you win. Oh, baby, one thing more. If you're gonna be my man, pretty baby, won't you take my hand? Well, all right, okay, okay, you win. Well, all right, okay, honey, you win. Since you're gonna be my man, pretty baby, won't you take my hand? Well, all right, okay, you win. Mm-hmm. Well, all right, okay, I give in. Now, if you're gonna be my man, pretty baby, won't you take my hand? Ik denk dat we een rijdenquiz hebben, want...
Hé, ze zegt nog wat. Ja, ze zegt nog wat. Oh, zou ze daar haar naam zeggen? Ja, want het is Mexican rock and roll, maar het is een unknown singer. Ja, we weten niet wie het is. Oh, dat gaan we straks nog even terugluisteren. Ja, dat gaan we straks even. Dat is wel interessant. Dat want is, wat gebeurt daar? Ja. Een quiz. Ja, dit is een quiz, want wie zingt daar? Wie zingt daar? Maar in alle informatie van Sun Records zelf, niks. Wij kunnen niks vinden. Nee. Dus dit is wel voor de buitenlandse, voor de the people around the world. Maybe you know who the vocals was of the song of the Mexican rock and roll. Because we can't find any information on who that might have been. You can send it to the Facebook site of Rompert Stompin. Ook we in het Nederlands natuurlijk. En ook op de YouTube-afdeling mag je gewoon reageren. En dan is het de aflevering. Welke aflevering is dit? 9 augustus toch? Ja, maar dan moet ik altijd denken, is het dan de 16e aflevering die we al doen? Nou, geen idee. Ja, nou, we houden de tel niet bij. Nee. Hé, maar we hebben een quizje. Ja, we hebben. Nou, maar dit is ook een quiz. Ja, en nu hebben we weer een quiz. Nog één. Ja, want Dusty Brooks. Dusty Brooks die speelt dan zelf in de band. Die zingt niet. Daar is altijd een andere zanger is daar aanwezig. Maar hij gebruikt. Ook gebruikt. Er zijn ook wel eens zangeressen. Ja, zangeressen. Maar ik word helemaal zenuwachtig door dit soort dingen. De ene, tenminste, wij zijn het raad een beetje kwijt. De ene is Janie McFadden. En de andere? En de andere dame, nou, dat is dan ook wel weer interessant, want we draaien ze achter elkaar aan en ze klinken dus ook daadwerkelijk op elkaar, Janita Brown. Dus eigenlijk is de vraag, is dit dezelfde dame of niet? Ja, of niet. Want dat is wel heel belangrijk. Dus stuur het maar. De Facebookpagina van Rompel Stompin. Of de YouTube. Of de YouTube. Of het mag zelfs naar de Mixcloud. Het mag allemaal. Dat mag je allemaal zelf bepalen waar je het antwoord wilt deponeren. Dat maakt niet uit welke we pakken, want ze hebben alle twee een gypsy tone of voice. En zij zelfs. Ja, een beetje klesmer. Ja, dat zit er ook een beetje in. Nou, in ieder geval, we gaan het doen. That's when I stop loving you. When the rose stops growing, the river stops its flowing, and the wind starts blowing, that's when I'll stop loving you. When the birds stop flying, the lonesome breeze stops sighing, and my heart when I'll stop loving you. Our love was always meant to be, from now to eternity. So take my hand and lead the way. There's no tomorrow, there's just today. When my song stops playing, these lovely words I'm saying, when my heart stops praying, that's when I'll stop loving you. Thank you.
stops playing. These lovely words I'm saying, when my heart stops praying, that's when I'll stop loving you. Your lover cries now that we're apart. I'm shedding tears over you. I'm shedding tears over you. Tears that wet my sorrow and make my heartaches grow. Yes, your lover cries. Surely you must know, I'm shedding tears over you. I'm shedding tears over you. Darkness is followed by sorrow. I pray that soon it will end, bringing a happy tomorrow. With your return, my heart will mend. If my heart stays lonely, I don't know what I'll do. Yes, your lover cries, all because of you. I'm shedding tears over you. I'm shedding tears over you. Eigenlijk word ik er ook treurig van. Ja, het is niet heel uplifting, gezellig. Nee. Nee, dus het is wel echt serieus. Ja, er zit iets achter, denk ik. Ja. Maar dat is leuk om ze even uit te zoeken. Ja. Om daarachter. Ja, dat is... Wat dit, en natuurlijk... Dit zijn twee songs van hun in deze stijl. Maar ze hebben ook veel vrolijke dingen gedaan. En dat, ja, is, dat is natuurlijk... Maar hier zit volgens mij iets achter. Wat het is, dat weet ik niet. En dat gaan we even uitzoeken. Ja. Ja? Gaan we doen. We gaan even naar Dorothy Dodd en Sandra Rhodes. Familie van? Ja, familie van Slim. Mm-hmm. En dit is I Never Been So Blue. Never felt so bad, blue as I've ever.
Toch? Milan. Milan. Mickey Milan. Mickey Milan. Milano. Hoe kom ik daarbij? Oh ja, dat komt omdat ik vorige week een Italiaanse artiest heb gedraaid. Ja. Ah. Ja, 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 ja. Dat zou misschien eens met voetbal of zo. Met voetbal? Milano. Hey, damesvoetbal. Ja. Nou, dat is toch goed, dames? Ja, ja, zeker. We moeten door, hè? Ja. We hebben twee demos achter elkaar en... de eerste die we doen, No Letter Today, dat zijn de Sterling Sisters. No letter today, heart I've waited since dawn, I've waited each day, since you have been gone, no letter today.
Just give me one chance. Please, won't you forgive? I love you, my dear, as long as I live. I know it's no use, though I hope and I pray the postman goes by, no letter today. I got a date tonight at 8 o'clock, and he's sure to be on time. I got a date tonight at 8 o'clock, and he's sure to be on time. Well, I wouldn't miss a date with that groovy cat, though he hasn't got a dime. I call him Steady Freddy, he's a ready teddy, and he sure does dig that beat. Steady Freddy, he's a ready teddy, and he sure does dig that beat. Steady Freddy, he's a ready teddy with crazy swinging feet. Well, everybody digs that boy of mine with the sideburns and no tie. Yeah, everybody digs that boy of mine with the sideburns and no tie. But he don't dig no other chick. That's the reason why I call him Steady Freddy. He's a ready teddy, and he sure does dig that beat. Steady Freddy, he's a ready teddy, and he sure does dig that beat. Steady Freddy, he's a ready teddy with a crazy swinging feet. He's the hottest thing in town, got a hot rod Cadillac. He's the hottest thing in town, got a hot rod Cadillac. Now, if I ever lost him, I'd never get him back. So I say, Steady Freddy, he's a ready teddy, and he sure does dig that beat. Steady Freddy, he's a ready teddy, and he sure does dig that beat. Steady Freddy, he's a ready teddy with crazy swinging feet. Steady Freddy. En hoe heet het ook alweer? Gwen McKeven. Ja, mooi hè? Ja, prachtig. Oh, het is maar een demo. Het is een demo. Nou, maar een demo. Het is prachtig. Ja, demo. Het is prachtig. Maar ja, het is en zo jammer niet dat uitgebracht. Het. Nee, dat bedoel ik. Ja, nee, dat bedoelde ik dus eigenlijk. Waarom is het niet uitgebracht? Want het is fantastisch. En waarom is dit alleen maar een demo dat ze inspeelt? En waarom is er niet een officiële opname van gemaakt met een band erachter? Ja, ik zou het niet weten. De wegen van Sam Phillips zijn ondoorgrondelijk. Call Me Anything. Maggie Sue Wimberly. Call me a good
with a new love in his arms. My lover of lies, oh, it's hard to say. He proved it, and now I'm on my way. Oh, well, he has a new love, oh, but that won't last. Just another love affair that's in the past. So can't you see what my lover's done to me? My lover of lies has gone and lied to me. Oh, well, he told me I was pretty and had lots of charm, but I saw him with a new love. Gloria Brady. Ja, dat is een van jouw favorieten. Ja, dat is echt, ik vind haar, en dit is dan nog een lief liedje, maar ze doet een paar dingen dat ik denk van wauw. Maar ook nooit weer wat van gehoord, helaas pindakaas. En ook dit was een demo, toch? Ja, dat was weer een demo. Ja, ze heeft alleen maar demo's daarop genomen. Ja, helemaal niks. Ja. Hey, we zitten een beetje in tijdnood. Alweer. we zitten altijd in tijdnood. Nou. Kunnen we ervoor kiezen nog even een stukje van I Forgot to Remember to Forget van Barbara Pittman te laten horen? En fantastische dan, titel trouwens. Ja, precies. Zal ik hem gewoon instarten en dan daarna gaan we naar de eindtune toe? Ja, ja, all right. Laten we doen. Ja. Het is prachtig, maar de band is vals. En ik niet een klein beetje. Was dit ook een demo trouwens? Ja, wel een demo. Dit is niet officieel uitgebracht. Nee, dat snap ik dan. Ja, ik ook. Nou. We zijn aan het einde. Ja, we zijn aan het einde. Ik zal even de snowjob even wat zachter zetten. Ik zou wat anders zeggen, maar dat zeg ik maar niet. Dit is... De snowjob. Shirley Sisk. Met natuurlijk het fabuleuze Billy Justice orkest op de achtergrond. Maar het hoor je gelijk. Het is een heel gezellig muziekje. Ja, maar zij speelt het orgel. Ik zou zeggen tot volgende week. En tot over een week of twee voor mij. Ja, nou, de hui. Till next week. Till next time. Rompen, stompen. Hui. Bye.